En na de solo, dan begint weer het slagwerk met enorm veel kabaal. Houten Contact Live is een outside box festival in de geest van Charles Ives. Charles Ives is een componist, hij leefde 100 jaar geleden in Amerika. Ives was een enorme outside of the box denker. Hij heeft gewoon gemaakt wat hij zelf wilde en hij heeft heel verschillende soorten muziek gebruikt in zijn composities. In zijn muziek hoor je ontzettend veel. Hij doet verschillende ritmes door elkaar, verschillende toonsoorten door elkaar. Soms twee orkesten, soms twee dirigenten. De vierde symfonie van Ives gaat eigenlijk over het vinden van het licht in de duisternis. Tegenwoordig is het zo chaotisch in de maatschappij dat soms je echt een weerstand moet opbouwen voor alles wat er om je heen gebeurt. Dat is ook te horen in de symfonie. In het festival geef je eigenlijk een soort handreikingen om een beetje orde in de chaos te scheppen. Je kunt workshops doen, lezingen volgen, talkshows, maar je kunt ook jezelf uiten door te dansen hier. Zijn muziek weerspiegelt ook de chaos in ons leven. Maar uiteindelijk zegt hij, omarm de chaos, dat is eigenlijk de weg naar vrijheid en creativiteit.